Kijk deze video nu meteen, want anders mag jij niet in mijn feestje komen. Nou, ik heb ondertussen al een Instagram-account aangemaakt voor mezelf en ik ga ook mijn eigen post nog liken. En ja, ik ga snel even een paar mensen appen en hopelijk reageren ze snel. Dus heb ik al een paar mensen al geappt en Amir is de eerste die heeft gereageerd, oftewel Amir Gaming. Hij zegt tegen mij, yo, ken ik jou? Ik ga tegen hem zeggen, jup. Ik ga tegen hem zeggen, tenminste, je zal me kennen. Beter kennen. Hopelijk, tenminste zo'n duivels emotie nog snel. En nu gewoon sturen en hopelijk reageert hij snel. Oké, okay, yes, hij heeft het gezien. Oké, okay. Ben je van YouTube? En kijk eens naar mijn naam. Oké, jongens, trouwens, ik heet YouTube Hacker of zo, als het goed is. Echt een hele rare naam, maar het is toch alsnog. Oké, hij is aan het typen, yes. Amir is trouwens de eerste die heeft gereageerd, dus echt thanks voor deze YouTube Hacker. Jup, zo heet ik zeker. Ik ga tegen hem zeggen, jup. Met zo'n emoji. Ik ga proberen om in deze video zo veel mogelijk deze emoji te gebruiken. Gewoon bijvalse emoji. A few moments later. Ik ben bij de tweede persoon aangekomen, dat is namelijk Mustafa. Hij is een kijker van mij, als het goed is. En ja, ik vind het gewoon echt zielig. Want kijk, bij vrienden kan je het nog doen. Maar bij kijkers, nee, ik kan dat echt slecht tegen. Trouwens, ik zei tegen hem twee keer, hey. Hij reageerde dus niet. Daarna zei ik tegen hem, reageer dan niet, ja. Daarna reageerde hij pas na 10 minuten of zo. Dus daarna zei hij tegen mij, hoi. En nu zei ik tegen hem, ik stond al op je te wachten met zo'n duivels emoji. En dus ik vind het echt erg, boys. Hij dacht tegen mij, ik was met iemand aan het praten. Trouwens, hij was met mij aan het praten. Dus ik was met die, dus ik was die iemand. Ik dacht dat ga met XGamer20. Zo'n devils emoji. Oké, dan gaat hij zeggen, hoe weet je dat? Gaat hij gaan zeggen, ik zit op je Instagram. Sturen. Ik heb je e-mail en wachtwoord. Oké, hopelijk hopelijk gelooft hij het. Als iedereen app mij de hele tijd. Oké. God, dat is echt erg, boys. Ik zeg tegen hem, ik ga je kanaal hacken. Hij zegt, nee, alsjeblieft. Boys, ik kan niet zo slecht. Ik ga gewoon tegen hem zeggen, mohaha, ik ben 18 plus. En daarna ga ik gewoon gelijk naar de volgende persoon. Ik kan hier echt niet tegen. A few moments later. Nou, de volgende persoon is Tian de Pian. Ik zeg tegen hem, yo. Hij zegt tegen mij, jee, terug. Ik ga tegen hem zeggen, ken je mij nog? Trouwens, Amir is mij dit aan het typen. Want hij is helemaal in stress. Want ik zeg tegen hem, ik ga je kanaal verwijderen, hacken. Oké, ik zeg tegen hem, ken je mij nog? Met... Oh, hij zit met de billen, Amir. Fuck. Hij zegt tegen mij, nee. Ik ga tegen hem, oh nee? Fuck, ik moet hem wel weigeren, boys. Boys, what the fuck? Amir is helemaal in stress. Amir. Hij zegt tegen mij, nee. Nou, Tian is echt altijd zo serieus, hè. Ik ga tegen hem zeggen... Wat was ik tegen hem zeggen? Ik ga tegen hem zeggen, jij bent TFCD, toch? Die altijd stoer de praatjes heeft. Boys. Natuurlijk zo'n duivels emotie erachter. Mustafa, echt iedereen is me aan het appen opeens. Echt iedereen is in stress. Even serieus. En trouwens, ik ga wel naar deze video tegen iedereen zeggen dat het een prank is. Want ja, anders zou het echt zielig zijn. Ja, ik ben TFCD. Dan ben ik bij de goede adres. Oké, goed om te horen. Even zo'n emoji. Dan ben ik bij de goede adres. Stuur hem maar. Even zo'n emoji, natuurlijk. Moet er gewoon. Als ik dat niet erbij doe, dan word ik gek. Nee, grapje. Even. Tegenmorgen als je kijkt op YouTube, dan is je kanaal denk je weg. Oké, hopelijk maak ik hem bang opeens. Soort van, hopelijk wel. Want anders, ja, dat is de bedoeling van deze prank. Hey, ik heb een voorstel. Oh, Amir, oh ja, Amir, what the fuck, Tian volgens mij heeft een voorstel. Nou, laten we eens even kijken, hè. Dus heb ik al een tijdje gepraat met Amir, zoals je ziet, hier zit de chat terug. Hij zegt, maar jij bent XGamer20, hahaha. Hij zegt, maar bro, please niet doen, ik doe al een jaar met YouTube. Hij zegt, maar wat moet ik doen om het goed te maken? Nou, ik vind het echt zielig, boys, want hij is een van mijn beste vrienden op Instagram, dus ja. Ik zeg tegen hem, niks, je kanaal... is sowieso weg. Boys, even. Ik kan hier echt soms slecht tegen. Gewoon omdat mensen echt een jaar YouTube doen of zo. Dan verpluts ik het. Oké. Hij zegt, is goed, ik blok je. Wil je nog iets tegen de kijkers? Ik zeg tegen hem, welke kijkers? Huh? Is hij dit nou aan het opnemen of zo? Huh? Ja, ik zit aan het filmen. Fuck. Ja, boys.
Hij is gewoon aan het filmen. Ik ga tegen hem zeggen, nou toppie. Op stoppie. Ik ook. Want ik ben X-Gamer20. Boys. Hij is gewoon aan het filmen. Boys en girls, dit was de voorstel van Tian. Slim Tian. Nee, zegt hij, boys. FC's. Echt GG, boys, deze video. Like deze video en abonneer op X-Gamer20. Want anders kom ik om 3 uur 's nachts naar jouw huis toe.